Hallo allemaal en welkom bij de allerlaatste recap van de Eredivisie Open Series. Editie nummer 10 met Bassie Stent als de host. We blikken terug op een prachtige laatste editie. Doe een duimpje omhoog als je genoten hebt van de Open Series. Er is snel nieuws over de Eredivisie zelf. Hou de Instagram van Eredivisie in de gaten, want daar wordt het bekendgemaakt. We duiken nu de 10e Open Series in. Lieve mensen, daar zijn we wel. Je ziet het, Bassie is hier met de 10e Eredivisie Open, dames en heren. En na het openingswoord van Bassie neemt hij het op tegen gastspeler Thomas de Zeeuw, e-sporter van Sparta. En vermoedelijk een maatje te groot voor Bassie. Ik ben ready, jongen. Oké, nou dan gaan we toch even lekker kort spelen. Gaan we er even lekker een feest van maken. IE mag me niet. Ik voel me een beetje gepest. Ja! Als hij aan de ene kant niet valt, dan valt hij aan de andere, hè? Dit is mooi. Hallo, wat is dit? Ja. Het is officieel, helaas. Ja, sorry man. Ja, ik weet niet wat we hier zagen, man. Die Walker, die... Wat was die in godsnaam aan het doen? Ronaldo. Ja, bizot. Zo, even bovenhoekje in gejankt. Ja. Alles of niets, werd uiteindelijk helemaal niets. Ai, ai, ai. Ja, Thomas. GG, man. Helaas. Thomas, natuurlijk e-sporter van Sparta. De twee hadden in elk geval een hoop lol. En in het toernooi zien we dan eigenlijk weinig spannende duels tot de halve finales. En daar zien we ineens allemaal toppers bij elkaar komen. De grootste namen, Leroy Michels van FC Emmen. En de heer Ali, die al 2 finales verloor in de Open Series. En nu eindelijk zijn titel wil pakken. Wat is de finale? De finale is dus de winnaar van deze pot... Niek tegen Leroy, tegen de winnaar van Jaron tegen Ali. Adema is er langs en dan schiet hij en dan op de paal. Ai, ai, ai. Eerste kans is daar voor Leroy Michels. Hops. Oh, wat een bal. Wat een wereldbal. Dit meen je niet. Hops. Hops. Hops met assist. Oh. Wat een wereldassist. Van Hops. Dit heb ik nog nooit gezien. Dit heb ik nog nooit gezien. Wat een wereldassist van Habs. Wajo. Kovacic. Son. Kijk eens hier, wat gevoetbald. Vardy. Heeft natuurlijk een upgrade gehad van zijn weakfoot van 3 naar 4. En dan is hier Traoré. Is het 2-0 voor Leroy Michels. Wederom Traoré. Bim bam boom. Is het team of the season. Mahrez legt hem terug op Son. Son, Berbatov spin. Mahrez uit de kluts en ook hier te stegen met de wereldredding. De Duitse keepers. En hier zien wij Ali de 1-0 maken. Je ziet het, hè? Je zag de statistiek in de rust. Maar dat zegt helemaal niets. Tikken, tikken, tikken. En boom. Hij maakt aanspraak. Als hij zo doorgaat op de finale plek. Tegen Leroy. Team of the year. Ronaldo voor Ali. Die doet het. Is dit dan buitenspel? Dit is geen buitenspel. Vardy! Boom! Chat shit, get banged. En het is chaos, want ook hier Ali die de 2-0 maakt. En dan zien we sowieso Leroy terug in de finale. Die weet dus 3-0 te winnen. Hier de goal van Ali. En hier het einde van Leroy tegen Niek. Het betekent dat Leroy in de finale terechtkomt. Jullie zien het hier, de uitslag. Dan gaan we snel door naar de slotfase van de andere halve finale. Ja, en in die slotfase van de halve finale van Ali gebeurt niet veel meer. Hij had zijn 2-0 voorsprong al te pakken en die geeft hij niet meer weg. En dus is het tijd voor zijn derde finale tegen Leroy Michels. Dan kan Leroy Ali gaan uitnodigen voor de match. Niek, dankjewel jongen. Goed gedaan dat je de halve finale hebt weten te bereiken, jongen. GG's. Stay safe natuurlijk. Ja, wat mij betreft kan Leroy hem gaan uitnodigen. Dan gaan we een aardige clash krijgen hier. Mbappé. Ronaldo. Reverse Lasco glitsen doorheen. En dan schiet hij het waar hij hem ook breed kon leggen. Krijgt... Oh, Leroy, wat doet hij? En dan... Oh, wat zien we hier? Wat zien we hier voor goal? In de finale. Mbappé. Costa. Ronaldo. Het is helemaal los nu. Simon. Simon, 2-0 voor Ali. Het is helemaal los. Leroy lijkt volle bak te gaan. En dan is het Ali die de 2-0 weet te maken. Wat een chaos zien we hier. Wat een chaos in de finale van de Eredivisie Open. 3-0. Het is 3-0.
Het is een verse Jan. Ik probeerde even naar de chat te kijken, maar het is een Jan van Ali tegen Leroy Michaels. Wat zien we hier allemaal? Fardy, 3-1. Vlak voor rust. Dat kan zomaar een mentale zijn. Hier dan, Kovacic. Er is hij wel weer. Fardy, goal! 3-2. De spanning is weer terug. De aansluitingstreffer is daar. Iets meer dan 10 minuten te gaan. De buitenspelval gaat compleet mis. Dat is hier. Ali. Oi, oi, oi. Leroy met de buitenspelval. En wordt genadeloos afgestraft. Door Ali. Leek Leroy toch nog even terug te komen. Maar ja, door zo'n catastrofale fout gaat het dan toch mis. Kante, Son. 4-3. Oei, oei, oei. Ik denk dat het net te laat is voor Leroy. Maar wat zien we hier weer een mooi duel. 7 goals, dames en heren, in de E-divisie open. Komt hij er dan tussendoor? Son, en dan is de bal weg. En dan is het Ali, de heer Ali uit Zaandam. Die hier de E-divisie open nummer 10 weet binnen te hengelen, dames en heren. Een heel mooi, interessant duel tussen Leroy Michels en Ali dus. Is Ali degene die aan het langste eind trekt? Hebben we weer een andere winnaar? Hij mag dus kiezen waar het geld naartoe gaat voor het goede doel. En dat is nog niet zo makkelijk. Hij is er nog niet helemaal over uit. Maar dit is dus een terugblik geweest op zijn editie. Eindelijk de winst voor de heer Ali, die zich in de kijker heeft gespeeld van wat mooie organisaties. Prachtig podium is de Open Series voor hem geweest. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken, voor het meedoen, voor het live meekijken naar de Open Series. Houd dus die Instagram pagina van de E-divisie in de gaten, want daar komt snel nieuws. Tot ziens, adios, ciao ciao.